Hey Drezevic, je gaat spelen voor Drezevic to Glory. Yeah, of course, it's good. Welkom bij de eerste aflevering van Drezevic to Glory. Je ziet op de achtergrond mij gelijk van start gaan om wat coins te verzamelen en gewoon het opstarten. Om Drezevic natuurlijk zelf te halen, anders kunnen we niet beginnen. Ja. Het doel van deze serie is gewoon een potje tegen Drezevic zelf kunnen spelen. Het zou echt een hele eer zijn om... Ja, gewoon de GOAT eventjes te verslaan. Of misschien te verliezen. Dat is misschien wat eerder het geval. Je ziet hier even het SBC'tje voltooien. En dan hebben we genoeg coins om Drezevic te halen. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. We gaan de markt even op. En eens kijken of Drezevic er al is. Voor 300 munten. Drezevic typen we eens even in. 300 muntjes. En daar is hij. Voor 250 munten snijpen we hem. Echt een hele goede deal. Ook onze clubnaam veranderen we gelijk even naar Drezevic to Glory. Zo. En dan kunnen we bijna van start gaan. Drezevic is binnen. De clubnaam is veranderd. En dan kunnen we eigenlijk wel gewoon van start gaan in de FUT Rivals. We moeten natuurlijk eerst die kwalificatiewedstrijden gaan spelen. Dat is erg taai. Dus ik heb eerst even 3 potjes gespeeld, zo uit mijn hoofd. Vervolgens heb ik er 2 geragequit. Want ik wou natuurlijk gewoon... Het was hier woensdagavond. Ik wou nog even wat punten binnenhalen om op de donderdag wat packs te hebben. We komen hier tegen een team met FUT Champions kaarten. Wat ik wel opmerkelijk vind tijdens je kwalificatiewedstrijden. En het loopt natuurlijk ook niet zo goed af. Ik kom hier 3-0 achter en ik besluit de ragequitten. We zien hier het tweede team. Het is al een wat minder team, maar ook hier vrij veel moeite. Het staat verdedigend gewoon niet lekker. De communicatie is nog niet helemaal lekker. Drezevic steekt er gewoon wat bovenuit, zeg maar. Zijn teamgenoten begrijpen niet echt wat hij wil. Dus besluiten we maar even iemand te halen die Drezevic gewoon al goed begrijpt. We hebben inmiddels 700 coins. En we zien hier Cheryltje. Hij staat erop voor 400 coins. Goede pace. Fysiek prima in orde. Dus we besluiten gewoon Cheryltje te halen. En we zetten hem op de rechtsback positie voor nu. Ook halen we Mo Ihattaren voor op de 10. Zodat hij Drezevic in stelling kan brengen. Want hij heeft weinig goede kansen gekregen van zijn teamgenoten. En dan is dit inmiddels ons team. Gaan we het tweede potje in. Het is wederom wel een redelijk team. Maar hier was voor ons toch wel wat te halen, had ik het idee. We beginnen ook wel goed aan deze wedstrijd. Een paar kansjes gehad. Hier gaat Drezevic zelf diep. Krijgt een balletje van Bruns en schiet hem keurig in de onderhoek. Ze komen dus op een 1-0 voorsprong. Door Drezevic met nummer 13 zie je hier. Laat trouwens ook nog even weten wat voor rugnummer we Drezevic moeten geven. Hij heeft nu dus 13, maar... ja, zet in de comments welk rugnummer hij moet krijgen. Hij scoort hier trouwens een mooie 2-1, Drezevic. Is deze wedstrijd echt in vorm? Heeft gelijk... ja, je merkt dat de nieuwe teamgenoten hem gewoon goed bevallen. Communicatie loopt lekker. Hij zit zelf wat beter in. En geeft hier ook gelijk de assist op Bruns. Dus komen we op 3-1 voor. Ook Luc de Jong pakt zijn goaltjes wel mee. Maakt hier de 4-1. Dan komt hier het moment van de video, denk ik wel. Drezevic met de vrije trap. We weten allemaal wat hij kan. Hij staat klaar. En hier vuurt hij. Nou, dat is een vangballetje voor de keeper. Er is nog wel wat te oefenen. Floranus ook lekker bezig deze wedstrijd. Een paar kansjes, maar weet het net nog niet te vinden. Dan komen we tegen deze tegenstander. Echt wel een goed team. Özil vrijgespeeld. Vardy natuurlijk een goede speler. Maar we komen hier al vrij snel op 1-0 voor. Wel een mooi uitgespeelde aanval. En toen wordt ook vrij snel 2-0 door Luc de Jong. Met een mooie actie. Blijft rustig voor die goal. En dan wordt het dus 2-0. Ook Drezevic zit niet stil. Loopt om de keeper heen en stift hem natuurlijk gewoon binnen. Hier wederom een 1-2. En Drezevic blijft gewoon lekker rustig voor de goal. Dat is gewoon lekker om te zien. Drezevicje. Hier. Mooie actie. Korte hoek. En dan heeft hij gewoon zijn hat-trick al te pakken. Dan is het dus 5-2 inmiddels geworden. Drezevic komt hier nog een keer aan de bal. Goede balrol. Helaas op de paal. Maar Luc de Jong staat op een goede plek. En uiteindelijk winnen we deze pots vrij gemakkelijk met 6-3. Dus ja, we kennen wel een redelijke start. Drezevic toch al 5 goals in de eerste paar wedstrijden dat hij meedoet. Er is gewoon niks mis mee. De visie 8 zijn weer geplaatst. Mede doordat we hebben geragequit in het begin natuurlijk. En zo halen we de
ja, rang 4 in divisie 8, zilverrang. Het is maar net hoe je het wil noemen. En de volgende ochtend word ik wakker en besluit ik de pakketjes maar eens te gaan openen. Het Icon pakketje, ik verklap het alvast, het is toch voor alleen. Ronaldinho, prima, kunnen we even een keer gebruiken. Voor de afwisseling, prima spelertje, 3 wedstrijden, niks mis mee. Ons schouwpakketje stelt ook niet echt veel voor. We pakken Benitez, keeper van Nice. Ja, lekker. Kunnen we verkopen. Ook een HV-kaartje, die verkocht voor zo'n 2k, dacht ik. Ja, dit pakketje kunnen we toch wel 4, 5k halen misschien. Als we alles goed verkopen. En dan hebben we nog één pakketje over natuurlijk. Dat is een 15k pakketje, zo uit mijn hoofd. Die openen we. En we krijgen zowaar borden. Dus dat is best prima. Een Franse borden, centrale verdediger Langlet. 70k kwam ik achter. Dus ja, laat maar weten. Wie moeten we gaan halen? Drezovic kan het natuurlijk niet alleen. We hebben wat compagnons nodig. Laat in de comments maar weten wie het moet worden. En zie ik jullie bij de volgende video weer. Later!